Hey mensen, Mark hier voor Alliance Team met vandaag weer een nieuwe video. En die heeft wat belangrijk nieuws uitgebracht, wat verwacht kan zijn voor velen. En daarom ben ik er om het voor jullie uit te leggen in het Nederlands. Want ja, er zijn Engelsen, die waren er eerder mee. Maar ik ben Nederlands en ik neem het op voordat een andere Nederlander dit heeft geüpload. Wat me wel zo belangrijk, voordat iedereen weer gaat zeiken. Een duimpje op deze video zou enorm gewaardeerd worden. En vergeet vooral niet te abonneren, want EA Access komt. Dat betekent dat de full gamer bijna is. We gaan dit jaar veel dingen doen, veel andere dingen. En weet je, het wordt een goed jaar, hopelijk. En zo niet... Dan is het kut, maar dan merken we aan het einde wel. Hey, 25 icons. Oké, daar gaat shit veranderen. Je heeft het aangekondigd, ze hebben een pitch notitie over gemaakt. Zoals ze gezegd, hadden gezegd dat ze zouden doen. En ik ga jullie uitleggen wat er zo veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Voor de duidelijkheid in ieder geval. Vorig jaar had je in eerste instantie, had elke icon in de game had 3 versies. Een base icon, een middle icon en een prime icon. Base was meestal in de vroege fase van de carrière. Middle in de wat latere. En prime was logischerwijs het beste moment. Dat was altijd zo dat in het begin had je, releaseden ze icons in een set van 5. Dan kon je een SBC doen, dan kreeg je een player pick en dan kon je 1 van de 5 icons kiezen. Dat veranderde daarna, nadat iedereen het kut vond, in individuele SBC's. Maar die waren ook helemaal kut. En toen kwamen ze mid-februari ongeveer, opeens met Prime Icon Moments. Had niemand nog ooit van gehoord. Maar opeens waren Prime Icons waren niet meer de beste versies van icons. Het was allemaal een beetje vreemd, maar nu... Hebben ze voor duidelijkheid gezorgd. Dus we gaan er een beetje naar kijken. Oké, Yassir Qureshi, onthoud die naam. Want hij is niet de meest populaire man. We spreken vooral naar de populaire punten. Hier bla bla bla, ze willen duidelijk communiceren. Oké, dat is leuk. Wat hier dus gelijk ziet is de availability van icons in packs. Dit is belangrijk. Oké, je ziet dus hier gelijk al. Base icons en mid icons zijn allebei vanaf early access beschikbaar. Maar base icons zijn beschikbaar tot mid-december. Terwijl base icons zijn beschikbaar tot midden december. Terwijl middle icons zijn beschikbaar tot midden februari. Dikke prima. Wat je dan ook gelijk opvalt is prime icons komen erin op het moment dat base icons eruit gaan. Die zijn erin tot het einde van de game. En prime icon moments kaarten komen er dus in vanaf half februari. Op het moment dat die middle icons eruit gaat. En die zitten ook in packs tot het einde van de game. Belangrijkste is wat je hier ziet. Want oprecht dit stuk is niet zo heel interessant. Wat ze dus zeggen inderdaad wat wel... Handig is, moeten we even toegeven. Kort gezegd, er zullen 4 unieke versies zijn voor elke van de 89 icons in de game. Dus elke icon, zoals ze het voor, krijgt een Prime Icon Moments kaart. Dat wordt heel sick, zeker voor kaartjes Ian en Wright. Ben ik daar erg enthousiast voor. Ze geven aan, blablabla, ze willen aangeven welke informatie er is en wanneer sommige kaarten beschikbaar zullen zijn. Dit is dus belangrijk om te zien. Waar ze hier dan mee komen is wat elke kaart op zich inhoudt. Nou ja, dat hebben we al net behandeld. Base is vaak het beginfase van de kaart. Wat belangrijk is wat erbij staat. Deze versie zal dus beschikbaar zijn van de tijd van EA Access en Origin Access Trial tot midden december. Oké, maar select base icons will be available in FUTDRAFT during the same period. Wat dus gezegd is, de base icons die op dat moment in pack zijn, zullen dus ook in de draft komen. Dit is vaak lastig met draft, omdat het nog wel zoiets was. Je moest een beetje ontdekken welke icons er op sommige momenten in de draft zaten. Het kon soms per week of per periode verschillen. Daar willen ze nu duidelijkheid in creëren. Hetzelfde geldt voor middle icons, de periode waarin erin zit. Zeg maar, zowel qua packs als in draft. Dat is duidelijke taal. Wat interessant komt, is erna. Allereerst hebben we het dus over icon en icon SBC's. Sinds FIFA 18 hebben we individuele icon SBC's released. Die je icons nodig had om te completen. Ze hadden icon requirements erin gedaan. De SBC requirements, bla bla bla. Dat is allemaal niet super interessant. Het belangrijkste is wat hierna komt. Ze zeggen namelijk dat veel icons, vooral base icons, werden gezien als een beetje SBC fodder, wat logisch is. Dat was ook daadwerkelijk zo. Dit was niet de bedoeling, want het was niet de ervaring die zij wilden creëren. Wat ze nu willen doen, turning our attention to individual and player pick icon SBC's, there were significant challenges. Wat ze geven dus aan, lang verhaal hier, is het was voor hen heel moeilijk om de SBC squad building challenges voor icons zo goed mogelijk te doen. Ze wilden zorgen omdat zeker voor SBC's die er lang waren, wilden ze gelijk houden met de prijzen die aan de markt waren. Alleen die prijzen fluctueren constant. Het was voor hen ook niet heel makkelijk. Daarom zeggen ze, as such, given the goals we set out to achieve for icons and the new features in FUT this year, we've revisited how icons will be used in SBC's. Dus op basis van de doelen die ze hebben gesteld met icons en de dingen die ze willen bereiken, hebben ze nieuwe eisen gesteld. Icons zullen niet gebruikt worden als ice in een SBC. As an additional measure, the minimum quick sell price of an icon will be lowered from 100 and 2000 coins to 63,750 FUT coins. Dit betekent dus inderdaad logischerwijs 2 dingen. Ze zijn dus geen ijs in een SBC, maar het zorgt ervoor dat de icons die werden gezien als SBC folder, zeg maar de echt totaal niet gebruikte, ik noem even de 85 in Zagi als voorbeeld, die zullen nu nog cheaper zijn, weet je, de 63.000 spelers. En dit zorgt er ook voor dat voor de mensen die door het jaar heen daadwerkelijk niet heel veel spelen, die geen tijd hebben, wat voor reden ook,
Dat je door sport, door werk, door wat dan ook. 63k kan je op een gegeven moment gewoon aankomen. Met de middelen die je de afgelopen jaren al bood en dit jaar er nog bij komt. Dat is makkelijk te doen. En dat is voor letterlijk voor iedereen een icon accessible. Het is een stuk beter te doen. Dus dat is een stap in de goede richting. Specific guaranteed icon pack SBC's will continue to be released throughout FUT20. These guaranteed icon pack SBC's will give players the opportunity to earn the specified version of any icon. Nou, hiermee ga je dus uit dat wat ze het afgelopen jaar wel eens deden, bijvoorbeeld met een base icon, SBC promo, middle icon, een prime icon. Ik kan me voorstellen dat dat die line is. There will be no individual or player pick icon SBC's released in FUT20. Dit refereert dus naar hoe het vorig jaar dus was, waar ze begonnen met een player pick set met 5 en uiteindelijk teruggingen naar de individuele speler SBC's. Deze zullen er niet zijn. We will be replacing individual icon SBC's with a brand new icon swaps program as detailed below. Nou, dit is belangrijk, want dit vervangt dus wat het was. Er zijn 3 belangrijke punten. Voor nieuwe icons. Zeggen in FIFA 20 introduceren icon swaps een nieuwe manier om spelers toe te staan om bepaalde icons te unlocken voor speler tokens die kunnen verdiend worden door het voltooien van objectives die je uitwisselt. Simpel gezegd, voltooi player token objectives, krijg player tokens, gebruik deze voor icon rewards beschikbaar in swaps release. Gedurende het jaar zullen er 3 icon swaps gereleased worden. Elke icon swap zal tenminste 20 individuele icons bevatten, untradable. Spelen tokens kunnen ook ingeleverd worden voor bepaalde guaranteed icon packs gedurende elke swap release. Elke icon swap release zal een bepaalde range van icon versies bevatten. Dit is natuurlijk logisch, base, middle, prime. Dat is logisch dat ze het op die drie manieren doen, gezien het feit dat ze het hebben over 3 icon swaps gedurende het jaar. Als een icon al gereleased is in een icon swap release, zal er geen andere versie van deze icon beschikbaar zijn in een toekomstige icon swap release. Duidelijk hier is, en ik noem even Inzaghi weer als voorbeeld. Als Inzaghi in de base versie, ik weet niet of ze gaan ervan uit dat ze base middle prime doen van de 3 versies. Stel ze doen bij de base, bij de eerste, base Inzaghi. Dan kan bij de prime versie van de promo, van de icon swaps, kan prime Inzaghi niet meer inzitten. Andersom dus ook zo, dat als ze dus base Ferdinand doen, dat prime Ferdinand niet meer in een toekomstig icon swap kan zitten. Elke icon swap zal een unieke set van player tokens hebben die eraan verbonden zijn. Each individual icon in an icon swap will require a certain number of player tokens in order to redeem. Gelijk aan FUT swaps dus, waar wij zijn inschatten in EA's geval hoe desirable of goed een icon zal zijn. Dat ze dus linken aan het benodigde aantal player tokens. Elke player token kan geredeemd worden in de specifieke icon swaps release en zal niet overrollen naar de volgende icon swaps. Ook dit is gelijk aan wat met FUT swaps al was. Een player token dat je verdient is gebonden aan die icon swaps promo en kan niet gebruikt worden voor de middel of de prime swaps. Is allemaal vrij logisch. De player tokens zullen gereleased worden gedurende de periode van de icon swaps promo. Ook dit precies hetzelfde als met FUT swaps, heel logisch. Even kijken, zeg even hier aan, dus al, dat is belangrijk. De Icon Swaps 1 zal lopen van 11 oktober en zal runnen tot december. Icon Swaps 1 will allow you to earn select prime icon players before they go into packs. It will feature the following icons with the specific version detailed in the image below. Oké, en er is trouwens nog het vierde punt dat ze noemen. Similar to FUT Swaps deals, zoals bij elk ander punt tot nu toe, you will need to choose which icon you want to unlock based on how many player tokens you have earned. Met andere woorden, stel gedurende de periode, ik zeg wat, zijn er 25 player tokens. Dan kun je dus zeggen, gezien dit plaatje, even, dit is dus de set die ze doen. Ze doen eerst niet allemaal primes, want dat is niet hoe met Kluiver werkt, maar ze doen dus een range aan icons, wat betekent dat ze niet base middle prime doen. Ook belangrijk. Maar dit sluit dus aan bij het punt dat ze hier net vertelde. Want ze zei hier dus namelijk: if an icon has already been released in an icon swap release, it will not have any other version released in a future icon swap release. En dit is dus de set die komt van 11 oktober tot december. Dat betekent dus dat een versie van Hugo Sanchez kom je hierna niet meer tegen. Een andere versie van Ferdinand komt je daarna niet meer tegen. Wat dus betekent dat als jij Prime Ferdinand wil, dan moet je dus hopen dat die vanaf midden december tot ergens tussen het einde van de game gepakt wordt door iemand. Want anders ben je gewoon kaart de lul. Dat is het gewoon. Of je gebruikt hem in FUT draft. Nou, hiervan ben ik sowieso al fan. Butragueño is nice. Die was de afgelopen jaren goed. Rui Costa, big fan. Pirlo, zal stamina zal niet indrukwekkend zijn. Maar goed, we kunnen het wel proberen. Wat dus interessant is en wat ik erg leuk vind, persoonlijk, is dus, hetzelfde als met FUT swaps, als je alle tokens unlockt, zal het ook gelijk staan aan dat je dus meerdere icons kunt unlocken. Nou, sommige mensen zullen zeggen, ik ga bijvoorbeeld automatisch voor Sanchez, maar ik hoop dat ik dan bijvoorbeeld Riot kan doen.
En misschien zeg Guardiola. Nou, grapje. Ik ga niet Guardiola doen. Die kaart is drama. Maar stel, we kunnen ook Rui Costa mee pakken. We kunnen Nesta een keer proberen. En ik zeg maar wat, Hargy en Nesta. We kunnen hier leuke dingen mee doen. Nou, belangrijke punten die hier dus uitgehaald worden. Is, het is dus niet, ze doen dus niet automatisch kennelijk. Zoals ik dus eerst dacht tijdens het voorlezen van die shit. Base Middle Prime. Ze gooien gewoon een set icons in die promo zoals je nu ziet. Dit is voor Icon Swaps 1. En daarmee ga je, moet je het doen. Elke icon kan gepakt worden. Elke versie van een icon kan gepakt worden gedurende het jaar. Base van Early Access tot mid-December. Middle icons van Early Access tot mid-February. Prime icons van midden-December tot het einde van de game. En Prime Icon Moments kaarten zullen in pack zijn vanaf mid-February tot het einde van de game. Belangrijk is dus ook dat icon swaps lijkt heel erg op FUT swaps. Via objectives en challenges kun je player tokens verdienen. Die player tokens kun je gebruiken om uiteindelijk in te ruilen voor een icon die je wilt unlocken gedurende de promo. Elke icon heeft bijvoorbeeld een x aantal tokens dat je nodig hebt om die te unlocken. Belangrijk is ook dat de minimumprijs dus van een icon verlaagd is van 102.000 coins naar 63.750. Icons zoals de base icons vaak vorig jaar waren, zullen niet meer nodig zijn in een icon SBC. Ook de player pick set of de individuele icon SBC zoals je die van vorig jaar kende, zullen er niet meer zijn. En ik zal deze link van EA in de beschrijving laten, zodat je gewoon zelf kunt checken wat er zoal gaande is. Als er vragen zijn, stel die vooral in de comments. Ik wil dingen zo duidelijk mogelijk voor jullie maken. Als je denkt van vragen, hey, dit is onduidelijk voor mij, stel ze dan vooral. Hoe duidelijker het is, hoe beter het is. Ik denk jullie wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als er is, doe dan vooral een duimpje omhoog. Het is nu 2:15. Ik wil nu eigenlijk gaan pitten. En ik zie jullie later. Joejoe.